aan het helpen vandaag op de eerste vlog. We zijn hier echt op een geweldige locatie. Ik merk dat ik in je camera nog niet helemaal lekker vasthoud. Ik zit ook lekker naar mezelf te kijken, dat is echt een no-go. Nou, hier zitten we dus. Daar gaan we straks lekker aan de slag met de kookvlogs. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik vind het vooral heel erg spannend. Maar we gaan er gewoon het allerleukste van maken. Jill die is cameravrouw pro. Echt, Jill kan alles. Oké, we gaan beginnen. Mocht je nog doos bereiken, dan kan je daar maken. We hebben nu inmiddels al 2 vlogs opgenomen en mijn introfilmpje. En de rotzooi wordt langzamerhand steeds groter. We zijn nu aan het wachten tot er 1 receptje klaar is, zodat we weer door kunnen gaan. En tot nu toe ben ik heel erg tevreden, maar je weet het nooit. We gaan gewoon lekker door. Yes, het zit erop. We hebben het gedaan. We zitten nu heerlijk te wachten totdat we heel geëmancipeerd opgehaald worden door onze mannen. Want onze mannen die zijn lekker met de auto en we hebben heel veel spullen bij ons, echt niet te doen. Maar kijk nou even hoe lekker het hier is. Midden in de stad, helemaal niemand op straat. Dat is gewoon echt geniet. Heerlijk zaterdagochtend. Het zonnetje schijnt al lekker, je daar kan zien. Nou, en wij gaan zoals iedere ochtend naar het Amsterdamse Bos. Daar is nu nog lekker rustig. Het is wel later, ik denk een... Nou, toch ruim 1,5 uur later dan dat ik normaal naar het bos ga. Maar het is ook zaterdag. En straks gaan we crossfitten. Heel benieuwd. Heel spannend ook. Oh, een lekker nummertje hoor. We zijn op weg naar de crossfit in Nijkerk. Nijkerk. Ik ben papagaai geworden. Oké. We gaan zo beginnen. Zoveel spierpijn. Het is zondagochtend. De zon die gaat straks weg. Helaas, maar ik ga wel even lekker rennen. Ik heb zoveel spierpijn. Het is echt niet oké. Bobby, ga je mee? Bob die vindt het ook allemaal wel best vandaag. Oh, ik kan de auto niet uitkomen. Good morning! Maar ze hebben een hele mooie plek voor de fiets. Ja. Ik keer hem hier, weet je. Ja. Dan zijn we nog een beetje... Een beetje strak ingeparkeerd hoor. Of niet, Bob? Bob vindt het ook leuk, hè? Ik denk, hij moet nog een klein stukje naar achter. Ja. Anders kom ik er niet uit. Nee. Oeh. Oh my hero. Oei, oei, oei. Oh. Hé, hey, Bob. Hé, Bob. Ja, Marci! Marci! Hallo. Ja, ja, de kip was er al. Ja, ja, ik ook. Marci. Abu. Abu, is dat het nieuwe? Abu. Af. Niet springen. Wat was... Ah,
Bobby! Die staat op de film! Nee. So, we did it! Yay! Woohoo! It's a wrap! Lekker paarse, schat. Ja, heel gezellig. Nou, doe de rest. En de wondjes. Wij mogen er niet bij. Oké, dat was al heel... Nee, doe... Oh, dat mag niet goed. Tada! Was dat het? Ja. Weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. En ik moet nog wel even inkomen. Ik heb wel echt het idee dat we een soort van vakantie hebben gehad. Heb jij dat niet gehad? Mm-hmm. Ja, dus nu even lekker kopje koffie, computer opstarten en klaarmaken voor het interview om 11 uur. En dan daarna heel snel aan de slag met mijn coachings. En vanavond gaan we hardlopen, schat. Ja. Want ik heb ook nog steeds onwijze spierpijn. Vanochtend al een korte run gedaan. Vandaag gaan we voor de 8 kilometer. Ja. Hij hoort me niet, hij zegt maar gewoon ja. Want straks zegt hij, 8 kilometer, ga echt geen 8 kilometer rennen. Ben je eigenlijk gek geworden? Maar we gaan gewoon 8 kilometer rennen. Ja, het is nu best wel somber weer. Het zonnetje komt hier en daar wel een beetje door. Dus daar gaan we maar lekker van genieten. Ik ga me klaarmaken. Nog 8 minuten en dan gaat het interview beginnen. Zijn de percentages een stuk minder geworden omdat het boek gewoon na 10 euro goedkoper is. Nu hebben we er gewoon voor gekozen om echt voor de massa te gaan in plaats van... Het is helemaal gek van de kabaal. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Stelletje gek bij ons op kantoor. Wij een 9 kilometer run hebben gedaan. Wie is mij nou aan het helpen? Me hungry. Yes, you hungry. You want to go faster, hè? Nog een beetje deze erin doen. Zo. Lekker crispy tempo gaan we maken. Ik ben benieuwd of dat hierin gaat. Gaan we lekker eten. Tempo. Hey, koesje. Cora op een pompoen. Mama die is al lekker bezig. En zo de aardappelfrietjes. Ik ben een bad laten vallen. Koetjes. Oké, zijn we klaar voor hè? Het is 6 uur 's ochtends en we gaan lekker naar het bos. Vandaag staat een wandeling op het menu. Gisteren 15 kilometer in de benen. Ik denk nou, dat lijkt me op zich wel een mooi aantal. Dus nu gaan we even uitlopen en vanavond lekker trainen. Ik moet nog een beetje wakker worden. Het is toch wel gek als je toch al 3 dagen lang rond 6:30 werd opgestaan. En ik ging de wekker vanochtend en ik dacht, oh ja, zo voelt dat dus. Nou. Maar het is toch een heerlijk gevoel dat je hier dan rondloopt. Ik ben nog helemaal niemand tegengekomen. We waren de allereerste auto die er stond. Ja, dit vind ik dus echt maximaal genieten. Vogeltjes. Er gaat verder helemaal niks. Maar Bob vindt het ook lekker. Ja, doe maar. Laat me zien hoe
goed paardje was. Ja, paard zit ook gras inderdaad. Heel goed laten zien, Bob. En iemand zo gek die ik 's ochtends tegenkom. Ja, fuck off! Oké, doei! Nou, vandaag heb ik niet mijn beste dag. Ja, die dagen zitten er ook wel in. Ik ga naar de macro, ik ga een nieuwe camera proberen te kopen. Zodat ik nog leukere vlogs kan maken. Zo hou ik mezelf ook even een beetje bezig. Ja, ik dacht ik ga wel even uitleggen waar mijn dipje vandaan komt. Sinds wij zijn teruggekomen uit Zuid-Afrika... hebben we geen huis. Dat klinkt wel echt heel zielig. Ons huis wordt verbouwd namelijk. En door de hele coronacrisis gebeurt er niks. Alles heeft verlating. Spullen worden niet geleverd. Gedoe met de aannemer. Noem het maar op. Alle ellende die hebben we wel eventjes tegen. Dus slapen we bij mijn moeder. Dus het huis wat jullie nu zien is helemaal niet mijn huis. Dat is mijn mama's huis. En ik weet niet of je het zelf al wel eens hebt ervaren, maar als je heel lang uit huis hebt gewoond en in één keer met je vriend en je twee honden bij mama gaat wonen, is niet altijd even makkelijk. Los van het feit dat we tussen de dozen slapen en niet eens samen kunnen slapen. Want er is geen ruimte, dus we slapen apart en dat vind ik ook stom. En ik merk ook gewoon dat de hele corona situatie... ook af en toe best wel een impact op me heeft. Ik ben altijd wel van het beste van iedere situatie maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik af en toe momenten heb dat ik denk... oh my god, hoe gaan we dit doen? Why? Ja, dat zijn ook momenten die bij mij even erin hakken. Dat ik gewoon gezellig met mijn vriendinnen wil zijn. Leuk naar familie wil gaan. Gewoon ergens weer lekker simpel een koffietje doen lijkt me al zo lekker. Maar dat zijn dus wel echt momenten dat ik echt denk, jeetje. Maar dat wil niet zeggen dat je erin hoeft te blijven zitten hangen. En dat is ook waar ik volgende week een apart filmpje voor ga opnemen. Is mijn tips en tricks hoe met deze tegenslagen om te gaan. En vooral nu gericht op de hele coronasituatie. Hoe kan je nou wel nog het beste ervan maken? Hoe kan je nou ervoor zorgen dat je niet in die dip blijft hangen? Daar ga ik het dan allemaal nog wel over hebben. Maar dan weet je in ieder geval wel waarom ik af en toe zo'n bouwmoment dag heb. Dat even alles tegen zit. Even accepteren. Even tot je door laten dringen. Even voelen. Even ervaren. Doorpakken. En weer doorgaan. Oh, dat is echt een mooi beeld, zeg. Zeg je Bob? Zij ook wat? Ja, Bob is een beetje camera schuw, hè? Dan ga je maar even gaan krabben, jongen. Ik ga jou pakken. Mama gaat jou. Ah! Mooi, hè? Ah, Bobby heeft gewoon... Nou, het is... welke dag is vandaag? Woensdag. Dag, Bob. Hey, Bob. Het wordt echt al heel snel licht. Hi! Bobby! Kom eens hier, Bobby! Bobby, hier! Kom maar! Doe niet te enthousiast, jongen. Kom eens hier.
Wauw. Wat wil je zeggen, Bob? Wat wil je zeggen? Hallo. Ha! Nee, hou op, Bobby, nee, niet om me heen dartelen, nee. Ik zal binnenkort wat meer gaan vertellen over mijn post-it creaties achter me. Maar voor nu ga ik er heel even mee aan de slag en dan kan je een beetje zien hoe ik het doe. Yeah. Maar meneer Kevin is heel druk aan het bellen, dus ik kan niet zo heel veel praten. Maar goed, dan die hou je van te goed. Is donderdagochtend. Ik ben weer op weg met Bobje. En we gaan vandaag voor de 8 kilometer. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik heb te melden. Let's do this. Lekker hè, Bob. Dat is lekker. Hi, Don. Hi. Donnie, kijk eens. Donnie. Bobby die wilde even bij de koekjes staan, mijn koekjes scoren. Goed zo, Bob! Ja! Goed zo! Had je lekker koekje, vriend? Had je lekker koekje, jongen? Lekker zeg! Gaan we het laatste stukje rennen. 7 kilometer. Still going strong. Wanneer Bobby op je mooie nieuwe schoenen heeft gestaan. Stomme hond.
Yes, ik heb een workout gedaan. 1-op-1 coaching gedaan via Hangouts. En nu is meneer zijn renschoenen aan het aandoen. Want we gaan een rondje rennen in de pauze. Normaal doen we dit vaak in de avond. Maar ik heb straks een verjaardag van mijn vriendinnetje. En dan gaan we dat niet redden. Dus nu snel in de pauze. Tussen alle bedrijven door. Jawel, we gaan. Of niet, schat? Jawel. Tussen de bedrijven door, letterlijk. Lekker hoor, jongens. Worden aangemoedigd. Still going strong. Nog een halve kilometer te gaan. Heerlijk. Op het terras. Op kantoor. We hebben zometeen twee coach sessies en een brainstorm voor een nieuw product. Ondertussen ben ik heel veel wat mascara aan het doen, of wat make-up aan het opdoen. Want ik heb net weer dus die run gedaan. Super lekker. Maar ik had me nog helemaal niet opgemaakt. Eigenlijk deze dagen maak ik me sowieso niet op. Maar ik heb vanavond ook nog een verjaardag van mijn vriendinnetje. Waar ik even voor de deur ga staan ze waaien. Heel triest. Maar ja, ik kan niet anders. En hier zie je Bob heel zielig. Ik wil eigenlijk niet buiten zitten. Hij is heel warm. Bobby, waar is papa? Waar is papa? Zo, goed dan. Zo, nu even van de andere kant. We gaan nu een meeting in. Deze meeting gaat over nieuwe logo van mijn tans, van ons, ik moet niet zeggen mijn, ons nieuwe product. En ons mijn nieuwe compagnon Arnica en ik. Twee weken geleden hebben wij ons BV gestart en we gaan er gewoon mee beginnen. We gaan er gewoon voor en gezien deze tijden dachten we, fuck it, we doen het gewoon. Maar we lopen een beetje vast tegen het logo verhaal, want de mensen die ons logo maken, ja, we zijn toch gewoon nog niet helemaal lekker op één lijn. Dat is echt heel jammer, want daar wachten we nu een beetje op en daar hebben we een beetje vertraging door. Maar ik wacht even tot ze in de hangouts komen en dan gaan we even heel erg bespreken, plannencampagne maken, hoe nu verder. Dus, dit is helemaal niet erg zo. 26 jaar. Ja, zo. 13 jaar. Oké, vrijdagochtend. Ik heb geen idee waar de auto staat. Weet jij Bob? Bob ook niet, Bob is ook aan het zoeken. Wat normaal handig is, als je op het knopje drukt. Hey, dat is echt heel handig. Maar goed, gisteren heb ik verjaardag op afstand gehad. Mijn vriendinnetje werd 35. Ik werd net wakker met knallende koppijn. Dus ik hoop juist dat het rennen een beetje helpt. Ik heb voor het eerst mijn leren jasje aan. Ik dacht, het kan wel. Het is wel fris, maar het kan. Het kan. Ja, wat? Wij zijn onderweg naar... Ik ben mijn zonnebril vergeten. Stom. Maar we zijn onderweg naar Noorden. Waar ligt dat, schat? Ja, jij hebt wel je zonnebril mee. Weet ik niet. In Noorden. Ja, het Noorden ligt zo ongeveer 40 minuten rijden van Amsterdam. Ja. Mooie beschrijving, toch? Ja. Want we gaan naar de... Ja, ik had de hele tijd osteopaat gezegd tegen iedereen. Maar ik zat net te lezen. Het is orthomanuele diergeneeskunde. Weet jij wat dat dan inhoudt? Ja, dan gaan ze kaarsjes aansteken. En een dansje doen. Nee, dat is... Zo. Je bent niet bang. Dat is... alternatieve geneeskunde, wat jij zegt. Voodoo. Ja. Blijf je zo staan? Nee. En wat vind jij, Bob? Hi, Bob. Oh, sorry, was je gedaan.
Gaat het wijfie? Oh, helemaal angst uit. Heel zielig. Dus die houdt niet zo van deze auto. Netjes? Vind je helemaal niks, hè? Nee, zielig. Het is zo zielig. Maar goed, ik ben wel verrassend. Ik ben benieuwd. Ik ook. Heel benieuwd. Ik hoop dat Jess van de pijn af gaat komen. Ja, dat is echt zo'n gekke show als je het herkent. Jess, kom eigenlijk voor jou. Ja, kom voor jou. Ja, dat is leuk. Dat is leuk, zijn we dan. En voor jou, Jess. Eens nalopen. Beweeglijk vrijheid, af van de knie. Dat is prima. Knie is ook mooi stabiel. Heup is prima. En dat hebben we ook op de foto's gezien. Hè? Prima heup. Het is ook goed. Heup perfect. Reflex is goed. Moet ik kunnen volgen wat ik doe tot nu toe? Ja, fijn. Reflex is uitstekend. Nou, dit is best wel living the leven. Hoppa. Zonnetje. En de eerste. Daar ben ik. De eerste meeting kunnen gaan beginnen. Een installatie. Onwijs leuk dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was een beetje een gekke week. Het was een week dat ik echt wel even goed er doorheen heb gezeten vanwege het hele corona gebeuren. Het was een week dat ik hopelijk Jessie een stuk beter is gaan voelen. Het is een week waarbij ik heel.